Wat een grote kerk is dit, zeg. Ja. Hij is echt, dit zie je voor helemaal niet, dat hij zo groot is. Nee. Het is ook de grootste kerk die in de 19e eeuw gebouwd is in Nederland. Ja, bizar. Dit is toch een replica van de Sint-Pieter in Rome? Ja, inderdaad. De Sint-Pieter in Rome die heeft, bij wijze van spreken, model gestaan voor deze kerk. Maar wat doet deze prachtige kerk dan in Oudenbosch? Rond 1830 studeerde er in Rome een jonge man voor priester, een Nederlander. En die was erg onder de indruk van de kerken van Rome. Die jonge man die werd hier in Oudenbosch pastoor, bouwpastoor en heeft hiervoor het initiatief genomen. Men is begonnen met die bouw in 1865 en in 1880 was de ruwbouw, was het casco zeg maar klaar. Maar hij is dus eigenlijk helemaal niet zo oud, deze kerk. Nee, 130 jaar in gebruik zeg maar, ja. En in hoeverre lijkt hij ook echt op de Sint-Pieter? Nou, qua grootte lijkt hij er helemaal niet op, want de Sint-Pieter is vele malen groter als deze kerk. Ja, hoeveel groter is hij? Ik vind hem al zo groot. Je zou deze kerk gaan stapelen in de grote Sint-Pieter, dan kan hij er 16 keer in. 16 keer? 16 keer. Gezegd, het fraaiste aan deze kerk is toch wel dit altaar onder de koepel. Want? Want dat is wel zeer mooi, zeer goed nagemaakt. Hier is ook echt marmer aan verwerkt, in tegenstelling tot het overige marmer dat geschilderd marmer is. Maar je ziet het niet. Je ziet het niet. De meeste hebben het wel goed gedaan. Talrijke bezoekers die hier binnenkomen, die denken dat het allemaal echt marmer is. Maar in de Sint-Pieter is het wel allemaal echt? In de Sint-Pieter is het niet allemaal echt, maar is wel veel meer echt marmer natuurlijk in verhouding als hier in deze kerk. Ja.